Nou, waarom dit boek Rebelse Genieën bespreken? Omdat ik was gefascineerd hoe kort geleden het pas is dat we een zelfbewustzijn hebben. En filosofie is vaak saai, maar deze vrouw, Andrea Wolf, vertelt het bijna op een romanachtige manier wat daar gebeurt in dat kleine plaatsje Jena met allerlei revolutionaire Duitse mannen. Die daar bezig zijn om een nieuwe vorm van filosofie, een nieuwe vorm van kijken hoe mensen in elkaar zitten en hoe je dat vanuit de geschiedenis kunt kijken. Daarom denk ik dat het heel interessant is om dit te bespreken en ons te laten zien dat die niet alleen in het Engelstalige gebied, maar vooral in het Duitsstalige gebied, veel werd gedaan aan verdieping over menselijk bewustzijn. Daarom raad ik jullie sterk aan, kom naar deze lezing, niet omdat ik zo belangrijk ben, maar om te horen hoe onze moderne tijd zich toen heeft ontwikkeld.